Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie er weer zijn. En dit keer wil ik met jullie gaan kijken naar Innovation, uitgegeven door Yellow. Het is een spel voor 2 tot 4 spelers waar je ongeveer een uurtje mee zoet bent. En in dit spel ga je jouw civilization opbouwen door verschillende tijdperken heen. Begin het in de First Age en dan door de middeleeuwen, de renaissance, het huidige tijdperk rennen voorbij ons tijdperk richting de toekomst. Ga je jouw civilization opbouwen. En degene die dat het beste doet, die wordt uiteindelijk de winnaar van Innovation. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in deze box zit. Het spel is gemaakt door Carl Tschudik en wij krijgen de spelregels in het Engels. Een beetje gecomprimeerd, maar op zich staat alles er stapsgewijs in uitgelegd met wat voorbeelden achterin. Wij krijgen een overzicht voor elke speler waarop de verschillende acties staan en de effecten die je tegenkomt tijdens het spel. En we krijgen alle kaarten waarop de verschillende tijdperken staan waar wij doorheen gaan. Bonuskaarten die je kunt verdienen en die je dus ook helpen richting de overwinning te gaan. En dat is eigenlijk wat wij krijgen. Dus laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Ik heb even een voorbeeld gedaan voor 2 spelers. Elke speler krijgt een overzichtsbordje, 2 kaarten van de First Age, waarvan hij er eentje naar keuze open neerlegt. En die is dus al actief in zijn rijk. En de andere kaart houdt de speler in zijn of haar hand. Je sorteert de overige kaarten op hun tijd of nummer, wat vrij duidelijk zichtbaar is. Die schud je en die leg je in gesloten stapels in een cirkel. Dan pak je van elke stapel behalve de 10 één kaart en die leggen we in het midden. En dat zijn de dominatiekaarten. Als je er afhankelijk van de hoeveelheid spelers een aantal domineert, heb je gewonnen in een 2-spelerspel. Als je 6 kaarten domineert, die leg je aan deze kant, dan heb jij het spel onmiddellijk gewonnen. Binnen handbereik leggen wij de 5 extra opdrachten die we kunnen vervullen, waardoor we een extra kaart domineren als we voldoen aan de eigenschappen, de voorwaarden die op deze kaart omschreven staan. En dan zijn we klaar om te gaan spelen. Het doel is dus om als winnaar uit de bus te komen en dat doe je door ofwel een tijdperk te domineren, dan krijg je die kaart, of een van deze opdrachtkaarten te voltooien en die voeg je er ook toe aan jouw hoeveelheid dominatiekaarten. Dus laten we maar eens gaan spelen. Wij is willekeurig een startspeler aan en als een speler aan de beurt is, mag hij 2 acties uitvoeren. En die acties staan ook op je spelerbordje omschreven. Je mag dezelfde actie 2 keer doen of je mag 2 verschillende acties uitvoeren. De eerste is het trekken van kaarten. Als je kaarten trekt, mag je alleen maar kaarten trekken van de age-tijdperk van de hoogste kaart die bij jou actief is. En actieve kaarten zijn dus de kaarten die je gespeeld hebt. Nou, ik heb hier een periode 1 kaart, dus ik mag alleen maar 1 kaart pakken van de periode 1 stapel. Mocht de stapel leeg zijn, dus ik mag een periode 1 kaart pakken, maar deze stapel is op, dan mag ik automatisch de volgende periode pakken. In dit geval wordt het dan een 2. Dus dat is de eerste optie, het trekken. De tweede kaart is het spelen van een kaart. Je mag een kaart uit je hand kiezen en die mag je gewoon spelen. Is het een andere kleur dan de kaarten die je al voor je hebt liggen, dan vormt die een nieuwe stapel. Zou het een kaart zijn met dezelfde kleur, ik pak er even een voorbeeldje bij, dus ik heb nog een gele kaart, dan komt die automatisch bovenop de gele kaart die je al hebt liggen en effectief dek je het effect wat op die andere kaart staat dus af, evenals alle symbolen, en die krijg je dus niet meer. Tijdens het spel zijn er kaarteffecten die jou de mogelijkheid geven om jouw stapels te splayen, zoals ze dat noemen. Splayen wil eigenlijk zeggen dat je de kaarten op een bepaalde manier naast elkaar legt. In dit geval splay ik naar links, dus dat betekent dat deze symbolen opeens zichtbaar worden en dus ook meetellen als we kijken naar wie de meeste kastelen hebben. Je kunt ook splayen naar rechts en tot slot de beste splay is als je omhoog gaat, want dan krijg je alle 3 de symbolen die hieronder staan. Als je een stapel reeds gespleed hebt en je plaatst daar een nieuwe kaart op, dus als ik nog een gele kaart zou spelen, dan gaat die automatisch ook gewoon gespleed daarboven opkomen, zodat die in dit geval gespleed naar rechts of naar links, deze 2 symbolen blijf je zien. Dus dat is de tweede actieoptie, het spelen van een kaart. De derde optie is het activeren.
Als je gaat activeren, kies je een van de bovenste kaarten en dan ga je die kaart activeren. En daarop staat ook aangegeven wie allemaal mee mogen doen als de kaart geactiveerd wordt. Als je een kaart activeert, zijn er twee verschillende soorten symbolen. En dan bedoel ik niet de afbeeldingjes hier binnenin, maar ik bedoel één pijltje of pijltjes alle kanten. Als dit symbool zichtbaar is, betekent dat dat het effect voor alle spelers geldt die evenveel, in dit geval, lampjes hebben als dat jij zichtbaar hebt, of meer. Dus ben jij degene met de meeste lampjes, dan ben jij de enige die een niveau 2 kaarten mag trekken. Maar heeft jouw buurman bijvoorbeeld 3 lampjes, dan pak jij een niveau 2 kaart en jouw buurman pakt ook een niveau 2 kaart. Deze kaart, die met één pijltje, die gaat alleen werken voor degene die de meeste, in dit geval kastelen heeft. Dus ben jij niet degene met de meeste kastelen, dan kun je dit effect ook niet activeren, want dan krijg je niks. En in dit geval mag je dan demanden, oftewel eisen, dat een speler een 1 kaart trekt en daarna de hoogste kaart naar jou, vanuit zijn hand naar jou geeft. Nou, dat zijn natuurlijk een beetje de pestkaartjes. Maar daarvoor moet je een meerderheid hebben. En niet een gelijkspel, echt een meerderheid. Dus dat is even een verschil. Maar als je een kaart dus activeert, ga je het effect van de kaart doen. En dan zijn er ook kaarten die hebben meerdere dogma's erop staan, zoals ze dat noemen, meerdere effecten die afgaan. Dan doen we eerst het eerste effect allemaal, tenminste alle spelers die dat mogen doen. Dan het tweede effect en dat gaat dus in volgorde. Dat is de derde optie, het activeren van een van jouw kaarten. Dat kan natuurlijk alleen maar een zichtbare kaart zijn. En de laatste actie is het domineren. Om te domineren, dan wil je dus een van deze tijdperken gaan domineren, moet je voldoen aan 2 eisen. Allereerst moet jij het tijdperk wat je wil domineren zichtbaar hebben in de actieve kaarten. Dus ik heb nu alleen maar tijdperk 1 kaarten zichtbaar. Dus ik kan eventueel het eerste tijdperk gaan domineren. En daarnaast moet ik influence hebben. Nou, bepaalde kaarten geven jou de mogelijkheid om een kaart als influence, en daarvoor zie je op de linkerhoek zie je een getal staan, mag je die hier onderschuiven. De hoeveelheid invloedpunten die je moet hebben om te domineren is afhankelijk van het tijdperk. Je moet het tijdperk eigenlijk keer 5 doen. Dus wil ik het eerste tijdperk domineren, dan moet ik in totaal 5 invloed hebben liggen. Ik moet een kaart uit het tijdperk of hoger zichtbaar hebben bij mijn actieve kaarten. Dus dat heb ik. Ik heb tijdperk 1. Ik heb 5 invloedspunten. Dus dan kan ik het eerste tijdperk domineren. En dan heb ik mijn eerste dominatiekaart. En zodra je die kaart hebt, dan kan die niet meer afgenomen worden. En kan niemand anders het eerste tijdperk domineren. Dus daar zit natuurlijk een kleine race in. En zo gaan we verder. Je doet dus 2 van deze acties uitkiezen. Dat mogen dezelfde zijn, dat mogen verschillende zijn. En dan gaat de volgende speler 2 acties doen, enzovoort, enzovoort. In een 2-spelerspel gaat dit door tot er iemand is die dus 6 dominatiekaarten heeft. Dat kunnen dus tijdperken zijn die je domineert. Maar dat kunnen ook deze opdrachten zijn, waarbij je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Heb je die voorwaarden, dan kun je die kaart gelijk hier aan toevoegen en telt die ook als een van de dominatiekaarten. En degene die als eerste in mijn 2-speler voorbeeld bij de 6 is, die wint Innovations. En zo wordt het gespeeld. Het idee van Innovations vind ik heel erg leuk gedaan. Je begint met een beschaving die de eerste stappen richting technologie doet. En gaandeweg ga je steeds meer opbouwen, steeds indrukwekkender worden. En begin je echt een heel imperium in elkaar te knutselen. En op een gegeven moment, als je ook mag gaan splicen, zul je zien dat je hele rijen aan symbolen gaat krijgen. En dan wordt het heel belangrijk om te gaan letten op bepaalde combinaties, waarmee je dus best wel wat dogma's, zoals ze noemen, activaties kan doen en best leuke puntjes naar binnen kan trekken. Aan de ene kant ben je op zoek naar het maken van engines, oftewel kaarten die elkaar versterken door de eigenschappen die ze geven. En aan de andere kant is het ook leuk om te domineren. Aan de ene kant natuurlijk kaarten domineren omdat het nodig is voor het spel, maar er zitten ook pestelementen in waarbij je zegt tegen die speler: ik wil dat jij dat doet, of ik wil dat jij die kaart aan mij geeft. En dat zijn ook belangrijke aspecten waar je rekening mee moet houden.
Aan de andere kant vind ik de balans niet helemaal eerlijk. Het is heel willekeurig natuurlijk welke kaarten je trekt. En als je pech hebt, hebben je tegenstanders een aantal vervelende kaarten, waarbij ze kaarten uit jouw rijk wegpakken en aan hun eigen rijk toevoegen, of jouw influence kaarten afpakken en die aan hun eigen influence pool toevoegen. En als dat niet, als je dat tij niet weet te keren doordat je zelf wat leuke kaartjes naar binnen grabbelt, dan kan dat wel als frustrerend ervaren worden. Want het spel duurt toch zeker een uurtje, de eerste keer waarschijnlijk nog wel iets langer. En dan is het zonde om te zien wat je opbouwt, dat dat niet uit de verf komt, puur omdat andere spelers geluk hebben met welke kaarten zij hebben en jou in een hoek kunnen drukken. Dus dat is een element waar ik wat minder te spreken over ben. De balans is niet ultiem. Wat ik wel sterk vind is de manier waarop ze de symbolen helder hebben gehouden. Naarmate het spel vordert krijgt iedereen best wel grote waaiers voor zich te liggen. En dan moet je even goed tellen van wie heeft er nou de meeste en wie krijgt er allemaal het voordeel van een bepaald dogma. Maar ondanks dat zijn het grote en heldere symbolen, dus is dat best overzichtelijk. En het is natuurlijk spannend om te kijken van, joh, kan ik als eerste zo'n tijdperk domineren? Kost je wel een van je acties, maar heb je dat kaartje eenmaal binnen, dan kan het ook niet meer van je afgepakt worden. Dus dat steekt dan wel weer grappig in elkaar. Maar alles bij elkaar genomen vind ik het mechanisme en de vormgeving leuk gedaan, maar de balancering is wat het voor mij kapot heeft gemaakt. Het is... het komt gewoon niet goed uit de verf. Zeker voor een spel wat toch wat meer tijd vergt. En waarbij je ook het idee krijgt dat je zelf iets aan het opbouwen bent. En waarbij je aan het plannen bent en probeert bepaalde goals te halen. Zijn de pestkaarten in bepaalde omstandigheden vernietigend voor een speler. En dat is iets waardoor ik gelijk een gevoel heb van ja, dan kan ik bouwen wat ik wil. Maar omdat die speler geluk heeft, sloopt hij mijn rijk, wordt hij steeds sterker en ga ik effectief nooit meer kunnen winnen. Vind ik een vervelend gevoel in een spel en dat is wat dit spel mij in ieder geval heeft gegeven. En het is om die redenen dat, ondanks dat het thema me goed aanspreekt en de mechanismes prima werken, de uitvoering niet goed genoeg is voor mij om nog een keer te spelen. En daarom ook slechts 2 sterren voor Innovation. Zolder.